Spakenburg, de bezoekers, worden getraind door Simon Kistenmaker. De eerste wedstrijd hebben wij heel erg aanvallend gefilmd, met heel veel risico's. En toen werden we afgetroefd in de laatste minuut tegen iedere verandering met de counter. We willen hier gewoon niet meer zo aanvallend voetballen. Dit is een typische counterploeg. Hè. Daar zijn ze een beetje op ingespecialiseerd. Daar trapt de kist niet meer in. Nou, wat goed is niet. Hè. Dus we hebben het duidelijk over gehad. Weinig zin om de poort open te zetten. Vertel mij dingen dat wint. Kijk, en die uitslag dat interesseert me niet zo gek veel. Of nou eindelijk is of fijn. Ik hoop dat de mensen gewoon een geweldige wedstrijd zien. En dat denk ik ook. Ik hoop echt dat het een spektakel wordt. En Spakenburg kennende en de mogelijkheden die wij als ploeg hebben. Ja, ik denk dat het een fantastische middag wordt. Het was koud, het was schuur. Het was drukker als normaal op Sportpark De Bongert in Barendrecht. Spakenburg, het mist derhalve een hele belangrijke speler, Niels Kreutzberg. Afkomstig van Holland uit Utrecht, hij zit een schorsing uit. En bij Barendrecht is Johan Fokkers niet fit genoeg na het oefenpotje tegen EBOA. Tot hij met een vervelende schouderblessure. Hij zit wel op de bank overigens. De inworp dan voor de thuisploeg. Dan heeft de man in het zwart, althans de zwarte broek en het groene tenue, een overtreding gezien. En dan krijgen we een vrije trap voor Barendrecht. En het is Fred Lagenwijk die zich daarvoor meldt. De aanvoerder. Hij kijkt eens waar hij die bal kwijt zou kunnen. Zoekt wellicht de kopsterke mensen. En daar komt de vrije trap. En daar is Lars van Belzen. En die trapt hem in het dak van de goal. Na 11 minuten spelen leidt Barendrecht met 1-0. En daar zijn ze terecht blij mee. Nog eens kijken. Met gevoel getrapt. Daar is de vrije trap. Dan is het Stam die eigenlijk al moet scoren, maar gelukkig voor alles en iedereen die Barendrecht een warm hart toedraagt, staat daar Lars van Belzen. De 1-0 staat op het scorebord. En dat betekent dat de ploeg van Kistenmaker uit een ander vaartje moet gaan tappen. Het speelde met de laatste man meters erachter. Goeie reactie van doelman Notenboom, die betrouwbare doelman van Barendrecht. Stommetje in de wedstrijd. Gelijk opgaande strijd was het in die eerste helft. Stam die daar probeert Marco van de Heuvel weg te sturen. En de doelman van Spakenburg, Verhoeven, erger kan voorkomen voor zijn ploeg. Derhalve een 1-0 ruststand. En in de tweede helft moet Barendrecht tegen de wind inspelen. En de Spakenburgers kwamen furieus uit de kleedkamer vandaan. Verdediging van Barendrecht snel in de problemen. Het is Lagendijk die denkt hier de vrije trap mee te krijgen. Maar de scheidsrechter beslist anders en geeft de vrije trap aan de blauwe uit Bunschoten. Daar komt de vrije trap. Wordt de bal in het 16 meter gebied. En dan is het Peter de Gunst die de bal voor het laatst aanraakt. En Spakenburg komt op gelijke hoogte. En dat is een domper voor de ploeg van Ronald Klinkenberg. Daar is de vrije trap. Het is de Spui die hem dan het 16 meter gebied intrapt. En dan is het Peter de Gunst die het voor het laatst aanraakt. De stand 1-1. Het onheil over jezelf afroepen. Dat is wat Barendrecht deed in die tweede helft. Weliswaar met de wind tegen, maar toch de ploeg van Kistenmaker. Net iets gedrevener, net iets slimmer als de mannen van Klinkenberg. Vrouwen en kinderen eerst niet bij Barendrecht, dat ziet u. Zo, jongen, via de binnenkant van de paal. Arjan Lauwen brengt de blauwe uit Bunschoten op een 1-2 voorsprong. En Frans Wienen mag het zich aanrekenen. Dat gaan we eens bekijken in de herhaling. Daar is de paas. En dan de tegenstander met zijn rug naar de goal en mag alles doen van Wienen. Notenboom er al wat kansloos. 1-2. Barendrecht probeerde het nog wel met de moed en wanhoop, lange ballen op zijn Engels. Maar echt een vuist kon het niet meer maken. Weet ik wel, win tegen in de tweede helft, maar dat hebben de mannen uit Spakenburg ook gehad. De trainer Ronald Klinkenberg was dan ook geen tevreden mens na afloop. Er zijn een aantal jongens gewoon die ver beneden hun niveau hebben gespeeld. Dat is jammer. En daar win je gewoon die wedstrijd verder niet. En
Ja, het is alleen heel vervelend als je ziet hoe die goals van hun dan ontstaan. Dan zeg je, ja, dat spreek je eigenlijk heel de week door verder. Ja, die wind is dan in dit geval echt in hun voordeel. Maar goed, die hebben we ook gehad. En we zijn zelf natuurlijk om de tweede en derde goal voor rust te maken. Hoe dan ook, want die kans heb je wel gehad.